Het is vandaag voor mij maandag. Wat betekent een nieuwe weekvlog? Het is kort voor 7 geweest. Ik ben om 6 uur opgegaan. Ik ben me heel rustig gaan klaarmaken. Het is nu even tijd voor een kopje koffie. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb een mokje staan en een glas. Want ik heb eigenlijk de hele nacht super veel dorst gehad. Dus ik ga eerst even gaan wat drinken. En dan doe ik mijn koffie weer naar boven. Ga ik mijn make-up doen. Ik ben aangekleed. Shirt van de H&M. Nee, van de New Yorker. Dit is een soort YouTube gerelateerd. Want nu wordt er maar YouTube te staan. Maar er staat, oh yeah, hoe leuk. Gewoon een zwarte broek. En mijn schoenen heb ik nog niet aan, maar ik doe gewoon mijn Nike's aan. Dus ik ga me verder gaan klaarmaken. En kijken wat deze dag gaat brengen. Ik heb vanavond een gesprek. Is er een aantal opdrachten die zijn misgelopen. Waar een behoorlijke miscommunicatie in is. Dus ja. Goed, ik ben inmiddels helemaal klaar. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik ben even aan het lichten met mijn telefoon. Oh. Ha. Ik ben helemaal klaar. Ik ga zo naar school. En dan is het kijken hoe lang ik daar ga blijven. Want de kans is groot dat we de laatste 2 uur weg mogen. Dat komt mij alleen maar beter uit, want dat betekent dat ik gewoon lekker op tijd kan gaan sporten vandaag. Want ik ga vandaag natuurlijk gewoon weer sporten. Ik wil proberen elke maandag en vrijdag aan te houden. Dus ja, ik ga lekker vanmiddag even weer een uurtje sporten. Lekker bewegen eventjes en even alles eruit gooien qua frustratie de afgelopen week. Want het was niet een heel erg lekker weekje. Het was niet een heel erg lekker begin, laat ik het zo zeggen. Dus ja. Deze week komen er trouwens ook leuke dingen aan. Mijn moeder is deze week jarig, die is komende woensdag jarig en mijn klasgenootje. Ik weet niet wat ik hoorde, maar... En mijn klasgenootje is volgende week, of tenminste komende week donderdag? Ja, donderdag is ze jarig. Dus dat zijn 2 verjaardagen in 1 week, dus dat is wel gewoon leuk, gezellig. En verder is geen idee wat deze week gaat brengen. Nog gewoon net als altijd. Ik heb geen idee wat deze week me gaat brengen. Er zijn geen speciale dingen in mijn agenda. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hoe ik dat trouwens ook ga doen met sporten. Of ik jullie mee ga nemen of niet. Dat is ook maar even kijken. Want ik kan natuurlijk niet in de sportschool rondgelopen met een camera. Dus we gaan zien hoe we dat gaan doen. Misschien met mijn telefoon, misschien niet. Het is best heel veel goed omdat ik mijn Samsung telefoon niet aan mijn MacBook kan koppelen. Dus moet ik het elke via over gaan zetten. En dat is best wel heel erg irritant. Dus misschien dat ik de sportschoolclips gewoon skip. Of misschien 1 keer in de week jullie meeneem of zo. Maar daar moet ik ook gewoon even mijn draai in gaan vinden. En over 2 weken ga ik op stage. Dus dat wordt sowieso een hele rare weekvlog, denk ik. Omdat het gewoon best wel nu een tijdje wordt dat ik gewoon alleen maar aan het werk ben. En jullie niet zomaar even kan meenemen. Ik weet niet hoe het gaat lopen daar. Ik weet niet hoe het daar is. Dus ik ben heel erg benieuwd daarin. Ik heb eigenlijk alleen maar heel erg veel zin. Dus we gaan kijken hoe het gaat lopen. Maar eerst moet ik nog 2 weken naar school. En over 5 minuten vertrek ik al. Weet ik niet, man. Het is uur. Dat was niet gepland. Totaal niet. Maar we hebben wel pizza. Hoi man, met je pizza. We hebben wel pizza, zei ik. Ik bedoel, we hebben wel tussenuren nu. Ik denk dat ik gewoon YouTube video's ga kijken. Ik heb toch niks te doen. We moeten straks blijven om een of ander gesprek te voeren in de klas. En dan gaan we naar huis. Er is toch geen school meer tegenwoordig. Echt niet. Niet te doen. Maar ik ga maar even op mijn laptop. Goed, ik heb geen idee wat het laatste is wat ik gefilmd heb, maar het is inmiddels woensdag en het is al einde van de dag. Ik heb dinsdag niks gefilmd, ik heb een hele drukke en hele rare dag gehad dinsdag. Ik ben naar de tandarts geweest na 2 jaar en gelukkig had ik totaal niks, geen gaatjes, niks. Alleen wat ontstoken tandvlees, dus ik moet iets beter gaan poetsen, voor de rest was niks aan de hand. Het is vandaag dus woensdag en mijn moeder is vandaag jarig. Dus ik ben eigenlijk de hele dag naar school geweest op het laatste uurtje na. Toen ben ik naar huis gegaan ziek, want ik heb de hele dag al heel erg kramp op mijn borst, benauwd en heel erg buikpijn. Het was vannacht trouwens ook al, toen begon het.
En ja, nu, ik heb de hele middag geslapen, ik heb net even gedoucht en het is nu langzamerhand een beetje aan het afzakken, gelukkig. Dus daar ben ik wel blij om. In ieder geval, het is nu dus woensdagavond, bijna avond. En ik heb een aantal opdrachten teruggekregen die ik moet verbeteren. Dat zijn mega grote opdrachten. En die moeten voor zaterdag af. Dus ik ben druk bezig met de verdeling daarvoor. Dat de rest van mijn groepje ook gewoon alles doet. En dat ik niet de enige ben die het doet. En ik heb me net even nog een beetje opgemaakt, een beetje bijgewerkt. Er zit trouwens wel iets in mijn oog. Het prikt iets enorm. Maar in ieder geval, ja. Gaan we zo meteen lekker met z'n allen eten. Mijn ouders, mijn opa en oma en een collegaatje van mijn vader komen. Dus lekker met zessen. Ga lekker Chinees halen, lekker eten. Waarschijnlijk eet ik toen niet zo heel veel, dan lig ik vanavond ook gewoon weer heel vroeg in mijn bed. Ik weet niet wat het is dat ik me in één keer weer zo beroerd voel. Maar als ik nu ga nadenken, dan ben ik alweer ruim 4, 5 dagen niet naar het toilet geweest. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar goed, we zien het wel. Dus ik heb mijn bed even een klein beetje recht getrokken. Maar ja, hele rare dag vandaag. Ik heb net ook gedoucht zoals je ziet. Mijn haar zit totaal niet. Maar goed, ik ben toch thuis. Dus maakt mij het uit. In ieder geval ga ik nog heel even gauw weer verder werken aan een opdracht. En dan gaan we zo meteen lekker eten. En hopelijk hou ik de avond vol. Want anders lig ik net zo snel weer in mijn bed. Het is donderdag. Wat betekent mijn Nederlands examen vandaag? Ik vind het best heel tricky. Ik ben heel benieuwd. Maar niet alleen mijn Nederlands examen vandaag, want ook is mijn klasgenootje vandaag jarig. Superleuk. Ik heb twee kleine cadeautjes in mijn tas zitten die ik aan haar ga geven vandaag. Maar ik ben de eerste die moet in mijn Nederlands examen. Dus de rest zal ook nog niet op school zijn tot een uurtje of 11. En mijn examen is tot 11:15. Dus ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga mijn best doen. Het is een centraal examen. Dus het is lezen en luisteren. Maar dat is wel mijn moeilijkste deel. Omdat ik me op een computer niet 1,5 uur lang dingen kan lezen en doen. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken. En maar ja, we gaan ons best doen. Ik ga naar beneden. Ik ga nog even koffie drinken, ontbijten. En dan ga ik naar school. Ga ik mijn examen doen. Ik hoop dat het goed gaat. Voor de rest hebben we niet een heel erg lang dagje. Dus alles gaat voor de rest relaxed vandaag. Op dat examen na. Stressvol. Goed, het is voor mij inmiddels 9 uur precies. Precies 9 uur. Hoe doe ik dat? Ik lig lekker. Ik ga slapen. Ik ben moe. Ik heb het heel erg koud. Dus ik kruip gauw lekker onder de wol. En ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen toch? Morgenochtend. Ik heb gelukkig nog wat dingen kunnen doen aan school. Dus dat is gelukkig allemaal hartstikke goed gegaan. Examen is vandaag hartstikke goed gegaan en ik ben benieuwd naar mijn uitslag. Ik ben heel erg benieuwd. De hele middag gewerkt aan schoolopdrachten. Maar het is nu tijd om lekker te gaan slapen. Lange dag, vermoeiende dag, drukke dag. Ik heb mijn nagellak eraf gehaald en ik heb nog voor de laatste keer één kleur normaal kleurtje nagellak opgedaan. Een gellak die hopelijk 2 weken blijft zitten, want daarna moet hij eraf en dan is 20 weken geen nagellak meer. Maar ja, in ieder geval, ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen allemaal. Ik draai even een beetje naar het licht, zodat jullie me een beetje beter kunnen zien. Ik kan beter die kan draaien, denk ik. Ja. Goedemorgen. Het is voor mij dus vandaag vrijdag, de laatste dag van de week. En ik had heel veel moeite met opstaan vandaag. Normaal heb ik dat nooit. Nooit op vrijdag, vaak op maandag. Maar ik dacht vanmorgen echt van, hoe, ik wil mijn bed niet uit. Maar ik ben toch gegaan. Ben helemaal aangekleed, make-up opgedaan, mijn haar gedaan. Spulletjes gepakt. Ik zit nu even een kopje koffie. Maar wat ik ook even wilde melden is, ik heb 3 verschillende lipstick van de Primark vandaan. Ik heb één matte, één mat roze-bruinige. Één middelmaatkleur bruin normaal. En deze is een beetje een soort beige-achtig kleurtje. Moet wel wennen aan de kleur, omdat mijn gezicht ook heel bleek is en dit kleurtje ook niet heel erg uitbundend is. Maar ik vind het wel wat eigenlijk. Dus ik heb vandaag gewoon lekker simpel make-upje op. Alleen wat foundation, wenkbrauwen, highlighter, mascara, blush en wat op mijn lippen. Ik heb geen oogschaduw of eyeliner of zo.
Ik ben lekker een beetje aan het wakker worden. Het is nu 7:30. Ik was 6:30 op. Eigenlijk 6:00, maar ik wilde mijn bed niet uit. Dus ik ben tot 6:30 blijven liggen. Omdat ik ruimschoots de tijd heb genomen om me klaar te maken. Dus. En nog ben ik op tijd klaar. Dus ik zet even een kopje koffie. Ik heb extra koffie gezet, zodat ik zo meteen nog wat mee kan nemen naar school. Aangezien het best heel erg koud en nattig is de komende dagen buiten. En dan gaan we ons laatste dagje naar school. Ik heb maar 2 uurtjes les. Dus niet heel veel. En daarna ga ik naar Oostvoorne toe. Naar mijn oude stageplek. Waar ik eigenlijk weggedumpt ben. Waar ik zelf weggegaan ben. Maar mijn klasgenootje moet daar stage lopen. Klasgenootjes les. Beste maatje. Dus ik ga met haar mee. Tenminste, ik ga niet met haar mee naar binnen. Maar we gaan gewoon als groepje lekker met z'n allen naar Oostvoorne. En dan gaan wij lekker rondlopen daar. Wachten tot ze klaar is met een gesprek. En dan gaan we weer naar huis. Gewoon omdat het kan. En we reizen toch gratis met ons OV. Dus waarom niet? En dan kan ik ook weer een keertje langs daar. Niet langs binnen, maar gewoon langs. Letterlijk langs. En ik heb geen zin om naar binnen te gaan. Wat ik trouwens nog wel even wilde melden. Is ik heb gisteren mijn allereerste mail van mijn stageplek gehad. En het schijnen ze daar van werkbegeleiders. Instellingsbegeleiders zijn veranderd. Dus nou is mijn mail die ik gestuurd had voor mijn VOG. En voor een van de gesprek of zo die ik heb aangevraagd, die is nu doorgemaild naar de nieuwe vertegenwoordiger van het huis. Dus dan moet ik daar weer op wachten. Zo irritant. En over 2 weken ben ik al op stage. Kijk, ik vind het niet erg om daar gewoon gelijk als eerste dag te gaan. Maar ik vind het gewoon fijn om even een rondleiding te hebben gehad. Of even te weten hoe het in zijn werking gaat en wat ze van mij verwachten. En dan kan ik gewoon gaan, weet je. Dan ben ik een klein beetje bekend. Ik ben er 1 keer eerder geweest. Maar ja, ik weet begot niet welke afdeling ik moet lopen. Het enige wat ik weet is dat ik in dat tehuis moet lopen. Maar ik weet niet welke afdeling. Ik weet helemaal niks. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, we gaan het meemaken. Goed. Ik ben inmiddels in Oostvoorne. Ik ben met een klasgenootje meegegaan die hier voor gesprek is voor stageplek. Ben ik deze kant gezellig opgegaan met haar en zij is nu in gesprek. Ik dacht, ja, weet je, ik ga daar niet hangen. Dus ik ben een stuk verder gelopen, want ik heb hier natuurlijk ook zelf stage gelopen in Oostvoorne. Helaas voor een korte tijd, want het beviel me daar totaal niet. Maar ik dacht, weet je, het is hier voor mij heel erg bekend. Dus ik dacht, ik ga gewoon mee en lekker een rondje door het park lopen. Moet je kijken. Dit heb ik dus nog nooit gezien. Ik ben eigenlijk alleen heel vaak langs gewoon het bospad wat daar vlak bij de huizen ligt geweest met de bewoners. Maar hier ben ik dus nog nooit geweest. Ik kom hier dus een soort binnenplek tegen. Een groot open wijde plek. Kijk hoe gaaf dit is, jongens. Dit heb ik dus nog nooit gezien. Dit valt me echt voor de eerste keer pas op. Het ziet er echt heel erg gaaf uit. Kijk hoe mooi. Het is gewoon één hele grote open plek. Het ziet er zo gaaf uit. Maar in de tijd dat zij nu dus daar in gesprek is, ben ik hier dus eigenlijk een beetje aan het rondwandelen. En geniet van de rust en van de natuur. Bij de afgelopen week heb ik best wel wat stress en gedoe ervaren. Dus even weer wat rust. En ja, niks is beter om dat te doen hier in een park. Het is super mooi, super lekker. En het is natuurlijk, het heeft gevroren vannacht. Dus mijn handen zijn aardig koud. Maar ook het water is bevroren. Alles is eigenlijk bevroren. De grond is wittig van het bevriezen van het gras. Het ziet er zo gaaf uit allemaal. Ik vind het zo fijn om hier gewoon weer even te zijn. Ja, niet in het idee van mijn stageplek in de buurt. Maar het feit dat ik hier gewoon heb gelopen met bewoners. En dat ik hier gewoon best wel een tijdje van mijn stage ook heb doorgebracht. Want ook na mijn stage ben ik vaak deze kant op gegaan. Om na mijn stage nog even alles af te blazen. En even rustig te lopen. En daarna naar huis te gaan. Dit heb ik dus nooit gezien. Nou ja, ik heb wel een brug gezien. Maar dit gebied achter me niet. Heel erg fijn om hier even te zijn. Heel eerlijk, echt waar. Ik vind het heel erg fijn om hier even te zijn. Maar ja, ik wacht dus eigenlijk tot ze klaar is. En als ik een seintje krijg, dan ga ik weer terug. Is dat ze? Hallo? Jij bent al klaar, serieus? Ja. Oh, nou dan kom ik weer langzaam jouw kant op. Ik loop in het bos. Ja. Ja.
Als jij richting gewoon die kant op liep naar de winkels, die winkelstraat die je ziet. Ja, ja die. Gewoon als maar recht door die straat uitlopen, dan kom je mij zo meteen vanzelf tegen. Ik zie je zo. Doeg. Zij weet dus totaal niet waar of wat het is met stageplek en wat hier allemaal zit. Dus zij zegt bos. Ja. Ik loop in het bos en het is heerlijk. Kijk, dit pad, hier liep ik dus altijd met de bewoners. Het is gewoon een heel lang recht pad. En vervolgens ging ik het hoekje om en dan was ik bij mijn stageplek. En nu kwam ik dit eens tegen. Dit heb ik eigenlijk nooit gezien. Want weet je, als ik hier loop met bewoners, let ik niet op de omgeving. Maar dan let ik op de bewoners en op mezelf, dat ik niet val of zo. En dan klets je wat met je collega's en met de bewoners. Maar nu om hier zelf even heel rustig te lopen. I love it, echt waar. Maar in ieder geval, ik ga er nu opzoeken. Als het goed is, loopt ze zo meteen ergens mij tegemoet. Dus ja, we zien het wel. En wat ik ook heel erg chill vind, en dat wist ik eigenlijk al. Er zit hier een kinderdagverblijf. Hier is achter deze boom. Kijk, dat gebouwtje daar is een kinderdagverblijf. Hoe chill is het om je kind op zo'n rustige omgeving op een opvang te laten zitten? Het lijkt mij heel relaxed. Maar sowieso is Oostvoorne eigenlijk wel het gebied van rust en tijd voor jezelf. Het is hier eigenlijk nooit heel erg druk. Het is heel klein natuurlijk ook. Maar ja, het is gewoon wel heel erg fijn om hier even te zijn. Kijk hoe mooi. Alleen maar bos. Ik hou echt van het bos. En het strand zit hier natuurlijk ook gelijk vlak achter. Dus ja, maar goed, ik ga een beetje doorlopen. Ik ga er opzoeken en dan gaan we zo weer onderweg naar huis. En ik hoor elke keer gekraak, maar dat zijn dus schijnbaar alle vogeltjes. I know, ik heb de regels verbroken. De regel is dat ik van maandag tot vrijdag vlog en dat ik op zaterdag of zondag ga editen. Tenminste, dat die zondag online komt en zaterdag ga editen. Maar ik ga door. Ik ga nog één dag door. Vandaag namelijk gaat dit weg. Dit wat hier staat, de witte kast, het kleine kastje en het vitrinekastje gaan weg. En er komt hier een half wandmeubel te staan. Namelijk een buurvrouw van mijn oma doet een wandmeubel weg. En die past niet helemaal hier. Eén kastje zal waarschijnlijk naar de andere kamer moeten. Maar dit gaat wel weg. Deze boekenkast, als je boer roept, dan stort het allemaal in elkaar. Dit kastje komt daar te staan. Die witte grote tafelrij ding gaat of naar de andere kamer, of naar de kringloop, of misschien dat iemand hem wil hebben. I don't know. Het vitrinekastje krijgt mijn moeder. Maar dat betekent wel dat ik alles wat hierin staat, in ieder geval wat daarboven staat, ik ga de kast proberen leeg te halen, alles op mijn bed neer te leggen. En hopelijk komt het goed. Ik heb geen idee. Ik ben half klaargemaakt. Ik heb alleen wat op mijn lippen. Ik heb verder rest niks aan make-up of zo. Maar het is wel de mogelijkheid om nu even alles leeg te gaan halen. De vitrinekast laat ik misschien nog even voor wat het is. Die zet ik misschien zo even in mijn moeders kamer. Dat kastje ga ik daar zetten. Die witte moet eventueel weg. Even kijken wat ik daar allemaal mee ga doen precies. En dan krijg ik een wandmeubeltje vandaag. Het is dezelfde kleur als mijn bed. Volgens mij is die net ietsje donkerder. Maar echt een heel klein stukje. Dus ze worden eigenlijk aan die kant bruin. En aan deze kant wit. Want ik heb mijn kast en mijn bureau natuurlijk. Dus ja, ik we gaan hem het einde van de middag ophalen. Dus dat betekent wel dat ik hier alles weg heb. Zodat we het allemaal gelijk boven kunnen zetten. En dat het niet in de woonkamer moet staan. Dus ik ga beginnen met leeghalen. In ieder geval van die grote kast. Die witte. Oh jee. Ik ben benieuwd wat ik hier tegen ga komen. Goed. Ik ben zo blij jongens. Het staat. Het is gelukt. Het was een behoorlijke verhuizing. Maar het er is waar staat. Ik heb een vitrinekast, een laag kastje en een middelmatig kastje. De vitrinekast heb ik nog niet helemaal ingedeeld. Ik heb een paar reisletters bovenop gezet. Ik heb hier een paar leuke dingen ingezet. De middelste plank is nog helemaal leeg op mijn snoeppot na. Die staat in het hoekje. Hieronder heb ik mijn boeken neergezet. En daaronder heb ik eigenlijk alles aan dozen wat er in die kast stond ingezet. Ga ik nog echt een keertje uitzoeken, maar het heeft niet echt heel erg veel haast. Ik ben ondertussen even bezig met met mijn Chromecast. Die heb ik net binnen. Want ik heb natuurlijk mijn tv'tje hier nu staan op het lage gedeelte. Maar ik had dus nog geen Chromecast en ik kon niks met de tv. Omdat ik het eigenlijk aan mijn kamer of mijn laptop moest hangen. Ik ben hem gelijk even aan het
instellen. Oké. En dit kastje. Trouwens, hier zit dus de tv op en staan twee lampjes. En ik heb een draadje met lichtjes opgehangen. Daaronder staat een klein leuk dienblaadje waar eigenlijk nog niks op staat. Dat witte dingetje. En daar staat mijn plaatspeler met een boek ernaast. En de afstandsbediening van de tv hieronder. Ik heb trouwens ook geen idee of ik het allemaal goed laat zien hieronder. In die laadje staat eigenlijk niks dan het doosje van de Chromecast. En een notitieblok. Verder niks. En hier, omdat deze kast vrij ver van de muur vandaan staat, omdat mijn stopcontact achter deze kast zit, heb ik toch wel, omdat dit gat even dicht te houden, heb ik deze hier neergezet, zodat je het niet heel erg ziet. Met mijn lichtbox, ik heb dit leuke olifantending neergezet en een kaarsje met mijn naam. En een sterretje met de letters Joy erop. Ja, ik ben heel erg blij met hoe het er nu uitziet eigenlijk. Ik heb dat witte rijkastje, dat heb ik weggehaald. Die staat hier, die moet of naar de kringloop of naar de stadswerf. Ik denk naar de kringloop. En verder rest, deze kast gaat wel naar de stadswerf. Als je boer roept, dan stort die hele kast in elkaar, dus dat heeft geen zin. Mijn bureau staat weer veilig aan deze kant. Ik vond hem daar ook heel erg leuk staan, maar ik kon nu niks anders, want mijn dressoir moest daar staan. Dus mijn bureau zit aan deze kant. Ik heb hiernaast, in plaats van het grote vitrinekastje, want die heeft mijn moeder nu, heb ik het bruine kleine kastje daar neergezet. Met de vaas erop, dat er toch nog wel iets van licht is. En ja, that's it. Ik ben heel erg blij met de indeling. Ik ben tevreden, ik ben happy. Ik ga de Chromecast aanzetten, werk kunnen maken. Kan ik muziek draaien, kan ik gewoon alles vanaf mijn laptop en mijn mobiel, gewoon lekker vanuit mijn bed, daarop zetten. En ik ben heel erg blij. Ik ben heel erg blij hiermee. En super lief dat de buurtjes van mijn opa en oma het gewoon gratis aan me wilden geven. Ik was heel erg lang al op zoek naar een dressoir. Eigenlijk wit, maar kijk, mijn bed is iets lichter van kleur dan dat de kast is. De kast is iets meer oranje, maar joh, je ziet daar de verschillende kleuren. Ik vind het meevallen. Het had erger gekund. Ik ben er gewoon voornamelijk heel erg blij mee. Goed, ik ga de video afsluiten. Ik ga zo meteen editen. Moet ik ook nog doen. Ik ben nog steeds bezig met schoolwerk. Dus hele drukke dag vandaag. Ik bedank je voor het kijken. Dus video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie volgende week bij een nieuwe weekvlog. Doeg!